Saints. In een wereld niet zo anders dan de onze. Een magische grondstof. Ruwe olie. Deze grondstof was een echte gamechanger die bijna overal in ons dagelijks leven terug te vinden is. In speelgoed, broodtrommels, drinkflessen, shampoo en ja, zelfs in tandpasta. Maar lieve vrienden, er kwam een tijd dat we ons realiseerden dat het beter kan. Waarom? Omdat ruwe olie weliswaar geweldig is, maar niet goed voor onze planeet. Dus starten we een nieuw avontuur waarbij we veel verrassende grondstoffen gebruiken, zoals voedselafval. In het magische land van Waste to Funk passen we de technologieën toe van Amphistar en Triple W om voedselafval om te zetten in heel bijzondere producten, zoals biosurfactanten voor schoonmaakmiddelen en persoonlijke verzorging. Of melkzuur voor plastic verpakkingsmaterialen. Nee. Ja, echt waar. Kom. Dan laat ik jullie zien hoe we dat doen. Klaar? We beginnen ons avontuur met het bereiden van een feestmaal voor onze kleine superhelden, microben. We nemen voedselafval, snijden het in kleine stukjes en mengen het met water. Daarna laten we enzymen hun magisch werk doen. Tijd voor een kwaliteitscontrole, om te verzekeren dat onze microben hun feestmaal heerlijk zullen vinden. En, wat denk je? Goedgekeurd! Ons heerlijk soepje is klaar voor fermentatie. Nu vullen we grote fermentatievaten met het voorbehandelde voedselafval. Tijd voor de echte helden om te schitteren. Onze microben. Zijn dat de superhelden? Yep. Net zoals de gisten van Amphistar en de bacteriën van Triple W. Onze microben beginnen te eten en zich te vermenigvuldigen. En allemaal samen produceren ze massa's geweldige biochemicaliën. Wanneer de betovering voorbij is, bevat het soepje in de fermentatievaten onze kostbare biochemicaliën. Die moeten we eruit filteren voordat we verder kunnen. Dus, mijn kleine helden, maak jullie klaar voor de start van een nieuw tijdperk. Van afval naar wonderlijke producten. Tijd nu om de opgezuiverde biochemicaliën te bezorgen aan machtige tovenaars die ze gebruiken om milieuvriendelijke schoonmaakproducten te maken, zoals e-cover. Of om speelgoed, broodtrommels, shampoo, drinkflessen en ja, zelfs tandpasta te maken. De technologie is er klaar voor. Jullie ook? Einde? Nee, lieve vrienden. Dit is nog maar het begin.